naamgenoot. Dag Martijn. Dag Martijn. Ja. Martijn. Volgens mij weet jij prima hoe je jezelf moet presenteren. Ja, nou, ik voel me op markt. Ik vind het allemaal leuk. Het is, ja. Jongen, met een fantastische uitstraling ook. Je bent dank je. Bewust van jezelf, zelfvertrouwen. Nee, en dat is niet zo. Ik denk het ook. Ik ben nog steeds helemaal relaxed. Ik hoop alleen dat ik mijn eerste noot haal. Is dat een hele moeilijke noot? Nee, maar ik bedoel, dan heb ik de goede pitch. En anders ga ik te hoog of te laag en dan haal ik. Dus het is zo te laag en dan vind ik het niet mooi genoeg. En te hoog, ja, dan kan ik hem er niet bij. Dus ik hoop dat ik alleen de eerste haal. En dan gaat het gewoon verder goed, hoop ik. I know that you are something special. To you I'll be. You're always faithful. I want to be what you always needed. Then I hope you see the heart in me. Ooh, yeah. You're beautiful soul. Yeah, 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 yeah. Zullen we een rondje doen? Ja, ik zeg nee, sorry. Angela. Het is nog wat jong en zo. Het was gewoon, je hebt niet zo'n goede auditie gedaan, maar ik zie het wel bij jou. Ja, kan je ik zeg zien, ja. Ik zeg ja, ik geef je nog een rondje. Stacey? Ja. Het is nog niet te goed. Ja. Nou ja, je hebt een qua zang matige auditie gedaan, maar ik vind dat je zoveel uitstraling hebt dat ik wel gek zou zijn om je niet door te laten. Heel goed. Met hak over de sloot. Terwijl de helft al in Polonaise over de gang loopt, zijn de jongens nu pas aan hun eerste auditie. Doe je best. Dank je wel. Gregory, Martijn, Marvin, Randy en René. Dank jullie wel. Maar X-Factor, die blonde Martijn, sensationeel, die jongen. Maar, die maar wel de minste zanger van allemaal. Zingen, hou maar. Ja, ik heb hem niet, ja, ik heb niet alles eruit gehaald. Nee? Nee, nee, dat vind ik zo jammer. Baal je? Ja, weet je wel. Maar ik heb gelukkig niet vals gedaan en zo. Dus dat, daar ben ik wel heel blij om. Maar het had gewoon, met oefenen ging het zo goed. Mannen, voor wie gaat het Nederlands publiek straks door de knieën? Als ik je naam noem, dan zet je een stap naar voren. Randy, René, Gregory en Martijn. Jullie kunnen je koffers pakken en op je hotelkamer uitpakken. Jullie zijn door. Afrika! De jongens lopen ook met een hoop onzekerheden rond. Ook zij zullen moeten presteren op dat grote podium. Give me some time. Jullie moeten straks natuurlijk optreden. Nou, ik, ja, straks zo eigenlijk. Zo? Ja, dat weet ik niet eens wanneer eigenlijk. Straks een beetje. Is er vertrouwen? Jongens? Ja. Met ons drie wel, ja. Ja, natuurlijk. Stemmen passen goed bij elkaar. Een beetje zelf stem, ja, en ja. Hoogte bereiken, ja, dat is echt fijn. Want ik hoorde van die anderen waren een beetje verschillend. En wij hebben wel het schokje gevonden, denk ik. En je kent elkaar ook nog gewoon niet zo lang. En dan klikt het klikt gewoon heel erg goed. Rob, Martijn en Laurens beginnen. Ze worden begeleid door Ronald Kool. Dat is de toetsenist van Kane. Is it getting better? Or do you feel the same? Goeie stem heeft hij. Do you find it easier on your own? When you got someone to blame? Maar wat. Ik deed de melodie wel goed, maar... En ik had het gevoel er wel bij, maar ik wist mijn woorden niet meer. Do I disappoint you? Or leave a bad touch in your mouth? You act like you don't see it all before. Ik vond het echt niet goed gaan. Ik baalde er heel erg van. Ik vond het echt heel jammer. Ja.
Maar ik vond wel van, ja, het klikt gewoon heel goed met het groepje. Dat zeker. Dat was echt, de stemmen was mooi bij elkaar en dat was oké. Dus het was alleen jammer dat ik het een beetje verknald. Carry each other. Ja hoor. Erg goed gedaan. Ik vond het heel verrassend. Vooral Martijn had ik niet verwacht. Just stay tomorrow with a golden train. Came to take you away. Would you go? Would you stay? En wel thuis. Martijn zich vanmorgen door de repetitie heen geslagen. En aan het eind van het liedje zit hij met meer vragen dan antwoorden. All the stupid things. Ik heb het refrein gehad. Ja. En dan gewoon als het refrein klaar is. And all the stupid. Nog een keer. Oh, zie dat. Het ging niet zo goed, denk ik. Nee. Nee, niet zoals ik wou. En ik moest gewoon heel erg wennen aan de muziek. En toen was er nog dat aantal akkoorden, die, zeg maar, die moesten nog een paar keer gehaald worden. En uiteindelijk heb ik niet zo heel goed kunnen oefenen. Dus ja, ik ben er niet helemaal. Nee, ja, het had beter kunnen gaan. Bij de audities ben je doorgegaan puur omdat je gewoon een ontzettend lekker ding bent. Maar gisteren en eergisteren heb ik. Wist niet dat ik, ik wist eigenlijk niet dat ik het kon. En nu kan ik gewoon niet genieten omdat het niet goed gaat. Ik kan het. Ik kan het! Ik kan het! Ik geloof het nog niet. Okay, nog even wachten hoor. Ik moet even echt het gevoel doen. Ja. Ik kan het. And all I wanna do is please you. Please myself by living my life too. And all the stupid things I do have absolutely no reflection on how I feel about you. How I feel all the stupid things I do have absolutely no reflection on. Walking down the street. Somebody's gone. Super tof. Ja. Het was echt heel gaaf. Ja. Het ging niet eens zo heel erg slecht. Wat een avontuur, hè, dit. Oh, en iedereen is zo goed. En dan hoor je ook van, we zitten op die bank en je hoort iedereen. Ja, precies. Dus en, dat, en dan moet je nog. Ja. Het is wel zo'n eer om met al die mensen te kunnen. Je leert er zoveel van. Ja, het is echt een goede workshop, hè. Ja. Nou, duimen. Ja, gaan we duimen en blijven hoop houden. Martijn, jouw hele presence als zijnde mooie glamour boy gaf natuurlijk de doorslag voor het meedoen aan de X-Factor in onze ogen. Daar komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen maar een knap koppie, een mooi uiterlijk. En daar moet ook een goede stem bij zitten. En alle eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat jouw stem daarin nog, zeg ik, te beperkt is. Dus het gaat voor jou niet door. Stand up boy. A shine so bright.